dames en heren, de derby tussen Sportclub Evenstein en HZC 61 is zojuist afgelopen. En een leuke en echt een derby was het. Het was 1-4 voor HZC. Ja, ook wel dik verdiend eigenlijk achteraf, want doelpunten tellen, hè? Dat is waar, maar op basis van de goals is het misschien wel verdiend. Maar ik moet wel zeggen, in het spelaandeel heb ik wel een hele goede tegenstander gezien. En dat je dan met 4-1 win, dat is mooi meegenomen. Maar ik heb ook genoten van mijn tegenstander van het spel. Ja, dat klopt. Ik zei dat wat ik verdiend, maar ik moet ook eerlijk wezen. Ze kregen gelijk na die 1-0 kregen ze ook nog een paar prachtige kansen. Ze hebben ook nog een keer op de lat geschoten. Dus Evenstein had ook wel kunnen scoren, maar dat vergatten ze vandaag. En jullie deden het wel rustig. Dat klopt, maar we hadden er wel op ingespeeld. Maar uiteindelijk is het wel fijn dat hij natuurlijk 4 keer scoort. Maar we wilden absoluut vanuit de linkerkant de troef spelen. Arwin van Soest, team tactisch. Daar we het links achterbun open hebben gehouden. En daar eigenlijk naar binnen toe druk hebben gegeven. En daar hadden ze toch problemen mee. Om uiteindelijk dan toch naar voren toe de vrije man te vinden. Ik vond ons heel gegroepeerd, heel gesloten spelen. Zeker op basis van de tweede helft. Hebben niet echt veel weggegeven. Ook toen we nog met 1, zelfs met 2 mensen minder kwamen te staan. Maar ik moet zeggen, de 2 goals vanuit de counter die we gespeeld hebben, heb ik van genoten. Ja, maar ja, het was voor het publiek, ook zeker het neutrale publiek, was het een hele leuke wedstrijd om te zien. En ik had het gevoel dat jullie meer het gevoel wisten dat het een derby was dan Evenstein. Nou, dat klopt. Ik vond dat bij ons de geest in de fles, echt de drift om hier te winnen, om ons goed te laten zien. Dat heb ik bij mijn ploeg gezien en dat is een compliment aan de groep. En je ziet ook wat vechtlust in de ploeg kunnen brengen, hè? Ja, de strijd was gigantisch. Ja, dat ook dat geniet. En ja, je hebt een paar leuke jongens. En als je dan ziet dat Kool in zijn eentje op les heeft, had een paar mensen minder. Toch ook nog even een paar man bezighoudt. Ja, dat vind ik, als je kijkt hoe ondergeschikt Floor dan tegen 2 of 3 mensen het alleen moet doen. Omdat we natuurlijk met een man minder spelen en met 2 mensen minder. En je ziet dan de inzet van Floris om een bijdrage te geven naar het elftal toe. Grote compliment. Ja, daar wil ik ook een compliment voor maken. Je keeper, hij begon even wat onzeker in de eerste helft, had hij een paar foutjes. Maar als je kijkt hoe hij zich in zijn tweede helft herstelde. Ja, Nick zit al net voor de winterstop. Zijn we ook aan een betere fase bezig. En dat is ook een bijdrage van Nick. Nick zit de laatste weken, maanden in een betere fase. Ja, dat klopt, want we alle plaatsen, hij had er een paar prachtig uit. Maar ik net weet dat jullie waren gesloten met de linies, schoven allemaal met elkaar op. Hè. Je liet Hulli even een beetje komen en was die mogelijkheid en daar gingen jullie ook tevoren. Ja, zeker. Ik moet zeggen dat we vanuit de omschakeling en de ruimte die zij weggaven. Maar dat heeft ook met de tegenstander te maken, hoe dat zij voetballen. Ik vind het lef, het is gedurfd. Als je 3-4-3 speelt zoals zij spelen, Evenstein, dan heb je gewoon ook een ploeg met veel kwaliteiten. Ja, dat klopt. Dat hebben ze ook. Ja, ik zei net, ze vergaat enkel te scoren. En dat deden jullie wel, trainer Gerrit Molenaar. Zeg, ja, het is wel een mooie overwinning om weer iets meer naar boven te kijken. Hè? Dat klopt. Je moet 30 punten halen om erin te blijven. En de doelstelling is gewoon bij de laatste 3 in 1 keer weg te spelen. Nou, dan hebben we vandaag met die 3 punten een mooie zet gedaan. We gaan een zware periode tegemoet met focus uit. En een paar tegenstanders vanuit het linker rijtje. En daar hebben we het niet makkelijk tegen. Maar ook verleden week. Vandaag vond ik ons voetballend wel minder. Maar de effectiviteit was groot. Ja, in de laatste week haal je toch aardig wat puntjes binnen. Dat klopt, maar dat is wel nodig ook. Oké, ik wens je veel succes, Gert, en in ieder geval nog bedankt. En we zien elkaar alweer. Dankjewel. Oké, hartstikke bedankt. En Rob van den Broek, je zou hier wel met gemengde gevoelens staan. 4-1 verliezen. Je loopt naar 1 minuut eigenlijk al een beetje even achter de feiten aan. Maar dan krijg je toch wel een reeksje kansen. Nou, het zijn geen gemengde gevoelens. Ik voel me gewoon teleurgesteld, laat ik het zo zeggen. Als je 4-1 verliest, dat is gewoon een dikke nederlaag. We hebben te veel fouten gemaakt en dat was begon al in de eerste minuut. Dan moet je erachteraan. Nou, daarna heb je natuurlijk legio kansen gehad, wat je zegt. Ja, dan missen we te veel kansen. En dan heb je weer een aansluitingsmogelijkheid. Ook naar Rus weer om aan te sluiten. Die schiet we over en daarentegen maken we een 4-1 in de counter. We missen een penalty. Dus we hebben met name de eerste helft goed gespeeld, hoor. Maar als je te veel fouten maakt, dan verdien je het ook niet om te winnen. Zo reëel moet je zijn. Het gaat om kansen maken uiteindelijk. En hun hebben er 4 gemaakt. Ja, dat is veel. Ja, ze waren zeer efficiënt. Het was erg hoog bij HZC. Ik vond jullie spel zeker de eerste helft vrij goed. Ja. Vooral die buitenspelers deden goed. Maar het laatste ontbrak er even aan. Ja, nee, we spelen ook goed. En dit spelen we al langer. We spelen goed voetbal. Maar dat is een beetje het lastige bij ons. De ene week schieten we er 4 in. SVM schieten we er 5 in. En aan de andere week lukt het dan niet. En dan, vandaag hebben we denk ik ook 2-3 keer de paal geraakt in de eerste helft al. En dat doe je zelf. Het is geen pech. Je moet een bal binnenschieten. En dat hebben we nu nagelaten. En daarbij heb je dus ook verdedigend een paar steekjes laten vallen, waardoor we hun 2 penalties kregen. En ik moet zeggen, de derde was wel een hele goede counter. Stonden we niet goed. Dus hun hebben op de counter gespeeld en dat hebben ze goed gedaan. En uiteindelijk, als je 4-1 verliest, ja, dan mag je niks zeggen.
Ik had wel het idee dat er bij HCC meer het derbygevoel was dan bij Evenstein. Ja, ik kan het mis hebben, maar dat kwam zo over. Nou, ik denk dat we verschillende ploegen zijn. Ik denk dat wij anders spelen dan Heikop. En zij spelen vanuit de omschakeling, hebben fysieke mannen lopen. Wij hebben van het veldspel nodig, dat heb je ook gezien. Wij spelen heel aardig voetbal en daar moeten we het ook van hebben. Alleen, we moeten wel de kans afmaken. En dan sta je echt in de rust er heel anders voor. Niemand had raar gekeken, denk als we 3-1 hadden voorgestaan met rust. Maar nogmaals, dat is een ander soort spel. Dus het lijkt ook bij Heikop, kijk naar Forus, kijk naar de rechter centrale, hoe heet die met de baard. Het zijn fysiek sterke jongens en wij hebben andere type spelers. Dus dan lijkt het, ook zeker als je 4-1 verliest, alsof je dan het derbygevoel niet hebt. Maar dat hebben die jongens wel zeker hoor, want vooraf en van de week heb ik ze er genoeg over gehoord. Alleen, ja, we kwamen vandaag, we hebben te veel fouten gemaakt, nogmaals. Ja, het is al die 1-0, die eerste, dat heb je eigenlijk helemaal achtervolgd. Ja, dan krijg je toch nog even de kans op die penalty, nou, 4-2, heel je mannetje minder, dan kan het ook nog. Ja, nee, maar dat zeg ik, vandaag hebben we zowel aanvallend en kansen gemist. En als je dan verdedigend een paar stekens laat vallen, dan loop je achter de feiten aan. En dan lukt het gewoon even niet vandaag. Dus het is heel vervelend, want dit heb je zeker niet graag in een derby. Maar soms heb je die wedstrijden en dat gebeurt en dat is niet goed, maar we gaan ook gewoon weer door hoor. Nou, dat denk ik ook, want ik bedoel, je hebt de laatste week iets fantastisch, of tenminste de laatste 5 wedstrijden dagen iets fantastisch gedaan. Ja, dan zit er ook al zo'n wedstrijd tussen. En dan is het wel jammer dat het net in de derby is. Ja, dat zeg ik, het is jammer in de derby. En wat je net mee begon, de eerste helft, als je ons ziet voetballen, hebben we heel aardige voetbal denk ik. En dat zal ook iedereen beamen. Alleen, ja, dan moet je nogmaals, je moet wel kansen omzetten in goals. We weten ook, wij spelen hoog op de helft van de tegenpartij, met 3 verdedigers. Ja, dat er 1 of 2 bij hun ingaan, dat houden we rekening mee. Maar we hadden er vandaag zelf 4 ook kunnen maken en dat hebben we niet gedaan. Dus we komen tekort en ik moet Heikop feliciteren met de overwinning. Want die hebben uiteindelijk daarop verdiend gewonnen. En met name in effectiviteit. Maar daar draait het wel om. Ja, dat klopt. Maar je hoeft niet te wanhopen, want dat ik het voetbal gezien heb, dat zeker de zelf, dat zag er fantastisch uit. Ja, wij gaan gewoon door op deze voet en het komt helemaal goed. Ik wens je een veel succes erop en ja, tot kijken. Dankjewel. Okay.